Ja, Vincent Jansen, hoe is het met je? Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Moeilijke tijden natuurlijk voor iedereen, maar persoonlijk gaat het goed. Ik ben veilig, dus ik zit in Mexico lekker, dus hartstikke goed. En jullie hebben daar ook corona-stop volgens mij, hè? Ja, net als elke andere competitie ligt het hier ook stil. Helaas nog geen update over wanneer we weer kunnen gaan beginnen of iets in die richting, maar. Ja, iedereen houdt zich goed aan de regels, dus hopelijk kan het zo snel mogelijk weer van start. Ben je persoonlijk en iedereen in je directe omgeving wel gezond? Ja, gelukkig in Nederland is iedereen gezond. En ja, nee, iedereen gaat goed, gelukkig. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. Nou, je zit nu aan de andere kant van de wereld, tegenwoordig spelend in Mexico bij Monterrey. Hoe bevalt het leven daar? Ja, bevalt hartstikke goed. Hele mooie ervaringen al meegemaakt hier. Hartstikke naar mijn zin. Een mooi land, leuke mensen. Ja, het was best wel een stap natuurlijk naar Mexico gaan. Maar ik vind het heel erg leuk. Ik was heel erg benieuwd naar hoe de competitie hier was, et cetera, hoe het land is. En dat is allemaal hartstikke goed bevallen. En ik heb het echt hartstikke naar mijn zin. Dus ja, hartstikke leuk. Echt een avontuur wat je dan aangaat, hè? Ja, dat denk ik wel. Het is wel even iets anders, denk ik, dan de gebruikelijke stap. Maar ik vond het heel erg leuk. En ik heb echt geen seconde spijt van gehad. Wat zijn de voornaamste verschillen tussen het leven in Mexico en het leven in Nederland? Het weer. Ja, dat geloof ik meteen. Nee, het is heel erg warm hier. Het is natuurlijk wel lekker. Ik heb altijd gezegd dat ik dat wel een keer mee wilde maken, wonen in een warm land. Ja. Nou, dat is een groot verschil met Nederland, denk ik. Ja, als je wedstrijden hebt, moet je heel vaak vliegen. Dat is ook wel een groot verschil. Je bent eigenlijk elke uitwedstrijd ben je aan het vliegen. Ja. En ja, de mensen zijn ook heel anders. Het is gewoon een heel andere cultuur, maar wel heel mooi om te zien en om mee te maken. Je leert er gewoon heel veel van. Kun je een beetje omschrijven wat Monterrey voor club is? Het is een hele grote club. We hebben heel veel fans. Ja, mensen zijn hier echt gek van voetbal. Mensen zijn echt gek van voetbal. En Rayados en Monterrey is gewoon de club hier. Waar wij wonen dan. Maar verder heb je in Mexico nog een paar andere clubs. Zoals Amerika, Chivas, Guadalajara. Die ook heel hoog erop staan. Maar wij zitten daar wel ja, bij de top. Dus het is gewoon een topclub in Mexico. Die een heel nieuw stadion heeft, een heel nieuw trainingscomplex, waar de faciliteiten die er echt allemaal heel mooi uitzien. En dat is gewoon een goed ontwikkelde club. Ja. Hoeveel mensen zitten er gemiddeld bij jou op de tribune bij een wedstrijd? Ja, dat hangt een beetje af. Natuurlijk de finales, dan zit het stadion vol. Dat is 50.000 man, denk ik. Maar de gemiddelde competitiewedstrijd is hier voor 30.000 gevuld, denk ik. Misschien iets meer. Dus Ja. dat zijn leuke getallen. Sportief gaat goed, hè? Want jullie zijn in december kampioen geworden, begreep ik van je. Ja, in december zijn we kampioen geworden. Dat was een hele mooie ervaring ook. En dan kom je bijvoorbeeld hier terug en dan staat heel Monterrey op zijn kop. Ja, het is geweldig om mee te maken. Het was voor mij de eerste keer dat ik kampioen ben geworden. Dus dat was een hele mooie ervaring. Nou, we staan ook in de bekerfinale. Hopelijk wordt hij nog afgespeeld. Dus ja, dat zijn allemaal wel leuke dingen om mee te maken. En zeker ja, je eerste jaar dat je de beker kan winnen en kampioen geworden bent. Ja, dat zijn wel echt mooie dingen. Ja, absoluut. Want hoe gaat het met jou persoonlijk qua spel? Ja, heel goed eigenlijk. Heel belangrijk geweest in het kampioenschap. Echt mijn steentje bij kunnen dragen. Dus dat was wel heel erg fijn. En ja, dat gevoel natuurlijk dat je lange tijd niet gehad hebt, dat je weer echt belangrijk kan zijn voor een team, dat voel ik hier weer. Dus dat is gewoon, dat is echt wel even lekker als voetballer om dat weer te voelen. Heb je voor jezelf ook nog het doel om je in de toekomst misschien weer in het beeld van het Nederlands elftal te knokken? Ja, ik heb wel altijd gezegd dat ik daar op dit moment heel lang niet mee bezig ben geweest natuurlijk. Want ja, je komt dan vanuit Tottenham waar je lang geblesseerd bent geweest. Dan wil je gewoon eerst weer op je oude niveau komen. En daar heb ik de laatste 7, 8 maanden, 9 maanden heel erg hard aan gewerkt. En dat heeft ook resultaat opgeleverd, zoals onder andere het kampioenschap dan. En gewoon een hele belangrijke bijdrage hebben. En nou ja, goed, nu momenteel met corona denk je daar helemaal niet aan natuurlijk. Dus Ja, ja. zo te horen absoluut geen spijt dat je die stap hebt gemaakt naar Mexico.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Wat ik zeg, voor mij was het gewoon heel belangrijk dat ik gewoon weer eerst gewoon heel goed op mijn eigen niveau kan komen. En de club was daar heel duidelijk in. Die gaf me daar ook echt de tijd voor. En daar heb ik echt, wat ik zeg, geen seconde spijt van. Geweldige avontuur aangegaan. En het is elke dag heel erg fijn. Volg je Almere City eigenlijk ook nog een beetje? Ja, ik volg Almere City heel vaak nog zelfs. Elke wedstrijd kijk wel even wat ze gedaan hebben. En zeg regelmatig, het is hier 7 uur vroeger, dus als de wedstrijd om 8 uur staat, is het hier 1 uur 's middags, dan zit ik regelmatig op de bank om even het schakelkanaal aan te zetten, dus dat is ook wel leuk. Laat je het mooie weer even links liggen en dan kijk je toch of Thomas Verrijten nog eentje Ja, inknikt. of lekker buiten zitten, dan kijk ik het even via mijn telefoon. Ik heb natuurlijk wel wat jongens, nog wat vrienden bij Almere spelen. En ook in Nederland, dus dat probeer je automatisch sowieso in de gaten te houden. In ieder geval, dat vind ik leuk om te doen. Dus ik kijk regelmatig, ik krijg de uitslagen altijd mee en ik zie regelmatig ook wel de hoogtepunten. Ja, want er lopen in de huidige ploeg nog wel een aantal jongens rond waar jij mee samen hebt gespeeld, hè? Ja, zeker. Met Tim Reserveur, Ricardo Kip, Aguirre Tamadi. Daar hebben jullie verder. Juri Loen ken ik, Joshua Smit ken ik. En er zullen vast nog wel wat jongens zijn waar ik met of tegen heb gespeeld ooit. Dus Ja. dat is wel erg leuk. Die lopen redelijk wat bekenden van mij rond daar. Ja, als je terugkijkt op jouw eigen tijd bij Almere, wat zijn dan de mooiste herinneringen die direct bij jou opkomen? Nou, voor mij was dat wel dat we uiteindelijk periodekampioen zijn geworden. Dat was wel echt een geweldig moment. Volgens mij was dat de eerste De periodekampioenschap allereerste, in ja. de clubgeschiedenis. Goed, toen won ik beste speler en beste talent voor die periode. Dus dat was voor mij persoonlijk wel echt het mooiste moment, denk ik. En uiteindelijk kan ik me ook nog herinneren dat we de Graafschap echt heel erg moeilijk hebben gemaakt. En dat we daar ook nog door een beslissing van de scheids niet heel goed wegkwamen, volgens mij. Maar anders waren we gewoon stonden we in de halve finale. Dat waren wel hele mooie momenten. Als je ook ziet dat de club het jaar daarna, 2 jaar daarna weer in de play-offs zijn gekomen, dat zijn wel hele leuke dingen. Ja. Ja, absoluut. Ja, zie je de club in de komende jaren een keer die stap maken naar de Eredivisie? Nou, dat hoop ik wel echt heel erg. Ik heb echt een heel goed gevoel bij de club natuurlijk. Iedereen is altijd echt heel leuk geweest, heel positief geweest. En toen ik eenmaal de overstap heb gemaakt, ben ik echt door de voordeur vertrokken, denk ik. En ik denk dat we naar elkaar toe altijd het beste hebben gegund en gehoopt. En dat zal wel voor altijd zo blijven. Dus ik hoop wel dat Almere ooit nog die stap gaat maken. Ja, Heb zeker. je via onze social media kanalen nog een beetje meegekregen hoe het stadion inmiddels is veranderd ten opzichte van de tijd dat jij er voetbalde? Ja, zeker, zeker. Het ziet er hartstikke mooi uit. En ik hoop als ik binnenkort een keer in Nederland ben, dat ik het van dichtbij kan gaan zien. Ja, Dat lijkt me heel de erg leuk. capaciteit is gegroeid naar 4501 plaatsen. De seizoenkaartcampagne is deze week ook begonnen. In de coronatijd symbolisch €45 en 1 cent. Ja. Dus wellicht komen die supporters, als het kan, jou ook een keer tegen op de tribune. Ja, zeker. Ik zou zeggen tegen de supporters, koop lekker allemaal een seizoenkaart en zorg dat jullie volgend jaar lekker Almere kunnen supporten. Want ik denk dat de tijd is. Ik zou het heel erg leuk vinden als er een stapje naar de Eredivisie wordt gemaakt natuurlijk. En dat kan alleen met de supporters, denk ik. Dus het zou Ja. leuk zijn als die gevuld kan gaan worden, het stadion. Nou, in samenwerking met die supporters gaan we in de komende maanden ook een team van de eeuw samenstellen. Eigenlijk gewoon sinds de toetreding tot het betaald voetbal tot nu, van wat zijn nou de mannen die daarin een plekje verdienen. Als jij een beetje terugkijkt op jouw periode, zijn er dan zo 1, 2, 3 spelers die jij kan noemen waarvan je denkt dat ze wel daar een goede kans op maken? Goede vraag. Zo, dan moet ik even nadenken. Ik denk Jason Oost. Ja. Jason Oost. ik wil niet. Ja, ik Ik heb veel te overval veel je met vrienden. deze Ik wil niet vraag, hè? iemand bij Almere. Ik wil niet iemand die dadelijk boos wordt op mij. Die mij een berichtje stuurt van, waarom heb je mij niet genoemd? Goede vraag. Ja, Timmy natuurlijk. Tim heeft veel voor de club gedaan. Kippie. Ricardo Kip natuurlijk ook. Ja. Heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd. In die tijd dat wij de periodekampioen werden, toen hadden wij echt ook een goed team. Met bijvoorbeeld Soufiane, Ja, die het echt heel absoluut. erg goed deed. Zeg het maar. Nou, ik gok dat je zelf ook een hele goede kans maakt.
Ja, dat zou heel erg leuk zijn met Sander Keller natuurlijk, die ook zijn bijdrage erin gekeken doet. Iedereen had zijn bijdrage daar aan, Paul Kwasten. Dus ja, ik vind het heel lastig om daar een paar jongens, ik zeg, ik heb met heel veel jongens nog goed contact. En die zijn allemaal wel goede maten voor mij, dus ik wil niet iemand daarbij te slijten. Ik denk gewoon dat de supporters dat lekker mogen beslissen. En ja, ik denk dat in het periodekampioenteam een heleboel hele goede jongens zaten die daar wel kans op maken. Dan ga je sowieso op de hoogte houden hoe de vorderingen zijn met dat team en hoe je er zelf wellicht Zeker. een plek Ja. mee verovert. Om af te Zeker. sluiten, nog even kijken naar jezelf. Wat zijn voor jou de doelen voor de komende jaren? Heb jij nog een bepaald pad voor ogen of kijk je echt nu naar de korte termijn eerst? Nee, voor mij nu echt de korte termijn. Wat ik zeg, ik heb toen echt geprobeerd om fit te worden de eerste paar maanden. Dat is me echt gelukt. En ja, ik was echt weer aan het genieten van het voetbal, hoe goed het eigenlijk ging. En daarin ja, heb ik echt zeker de behoefte om hier nog wel hier te zitten, want ik zit echt op mijn plek hier. Ik ben echt blij en tevreden. Dus dat zou ik nog wel een aantal jaartjes willen doen. En hoe het dan verder gaat lopen, dat komt allemaal later. Maar die lange termijn plannen, die heb ik eigenlijk nog niet. Korte termijn plan is echt gewoon hier wel een tijdje blijven, zeker. Nou, dan wil ik je heel veel succes wensen, Vincent. En hartelijk dank dat je even tijd voor ons vrij kon maken. En Graag gedaan. we spreken je ongetwijfeld Altijd. binnenkort weer een Is keer. goed. Hey, hoi hoi. Hoi hoi, doei doei.